In tijdvak 2 hebben we nu vooral nog steeds gekeken naar de Grieken en de Romeinen. Logisch, want zo heet het tijdvak ook. Je kunt ook nog naar andere groepen kijken die in die tijd leven, zoals de Joden en de Christenen. Het Jodendom en het Christendom zijn de eerste twee monotheïstische godsdiensten die opkomen. Daar gaat het over in deze video. Het gaat over geloof, religie en het is dus bij uitstek een cultureel iets. En het Jodendom en het Christendom ontstaan allebei in hetzelfde gebied, namelijk Palestina. Dat zie je hier. En het zijn dus eigenlijk de eerste twee echte monotheïstische godsdiensten. En dat begrip monotheïsme zijn we al eerder al even kort tegengekomen in tijdvak 1, maar daar gaan we nu even echt iets dieper op in. Monotheïstisch betekent één god. Het komt uit het Grieks, monos betekent één en theos betekent god, dus één god. Maar die Joden en die christenen die leven dus in een tijd waarin vooral het polytheïsme overheerst, oftewel het geloven in meerdere goden. En die Joden en die christenen die nemen dan ook een aparte plaats in die polytheïstische wereld. Eerst van dat Hellenisme en later ook van die Romeinen. Maar goed, wat houdt dat Jodendom en het christendom dan precies in? Wat hebben ze met elkaar te maken? Want het christendom komt eigenlijk voort uit het Jodendom. Sterker nog, Jezus was zelf een Jood. Nou, daar gaan we eens even naar kijken. Even de belangrijkste zaken op een rijtje. Beginnen met het Jodendom, want dat is de oudste godsdienst. Die ontstaat zo ongeveer 1750 voor Christus. De God van de Joden, dat is er dus maar één, die wordt Yahweh genoemd. En de belangrijkste profeet van de Joden, dat is Mozes. En een profeet is iemand die zegt een boodschap van de God te verkondigen. En Mozes is de belangrijkste profeet van de Joden, omdat hij het Joodse volk, nadat dat tot slaaf is gemaakt en in Egypte aan het werk is gesteld, weer terug zal leiden naar hun beloofde land, naar Palestina. Al deze verhalen en nog veel meer vind je terug in het heilige boek van de Joden, de Tenach. Daarin staan ook de leefregels, de belangrijkste geboden waaraan de Joden zich moeten houden. Die vind je in de zogenaamde Torah en in de 10 geboden. Nou, het christendom ontstaat zo 30 na Christus. Dat klinkt misschien een beetje raar, want waarom start het christendom niet gewoon met de geboorte van Christus? Waarom pas als hij ongeveer 30 is geworden? Nou, dat heeft te maken met het feit dat Jezus zelf ook een Jood was. En hij was eigenlijk ook gewoon een Joodse profeet. Hij bracht ook het woord van Yahweh, van God bracht hij rond. Maar hij voegde er eigenlijk een specifieke boodschap aan toe. En die boodschap werd vooral door anderen ook weer opgepikt, waardoor het uiteindelijk toch net iets anders was dan het Jodendom. Want het Jodendom, dat is eigenlijk een religie die alleen voor Joden er is. Die mogen alleen in het beloofde land leven. Het christendom zei dat ze er voor iedereen zouden zijn. En dat staat dus veel meer open voor andere mensen. Daarom dus ook dat die God van de Joden, Yahweh, door de christenen, ja, eigenlijk simpelweg gewoon God wordt genoemd. De belangrijkste profeet, nou dat kun je dus wel raden, dat is Jezus. Maar de christenen, die kennen ook Mozes en die kennen ook allerlei andere Joodse profeten. Hun heilig boek, de christelijke Bijbel van het Oude en het Nieuwe Testament, ja, die is dan voor een heel groot deel ook gebaseerd op die Joodse Bijbel, die Tenach. Sterker nog, het Oude Testament komt daar gewoon mee overeen. Het Nieuwe Testament, dat is wat de christenen eraan toevoegen. Dat is het leven en de daden van Jezus. Nou, en de belangrijkste leefregels van de christenen, die lijken dan ook heel erg op die van de Joden. Namelijk, dat zijn die 10 geboden. Oké, dus de twee geloven hebben heel erg veel met elkaar te maken. Het christendom ontstaat in de tijd van het Romeinse Rijk. Jezus is niet alleen een Jood eigenlijk, maar hij is ook een Romeinse burger. Hij leeft in dat Romeinse Rijk. En ja, dat is toch een beetje lastig voor die Romeinen. Want ja, hoe gaat dat er dan aan toe, dat christendom in dat Imperium Romanum, in dat Romeinse Rijk? Nou ja, Jezus wordt gearresteerd rond 30 na Christus. Nou, waarom is dat dan? Dat heeft eigenlijk te maken met aan de ene kant iets wat al in het Joodse geloof zit, en aan de andere kant heeft dat ook te maken met de boodschap die Jezus verkondigde. Wat zat er in dat Joodse geloof? Nou, in dat Joodse geloof, in de Joodse Bijbel, daar werd de komst van de Messias aangekondigd, de Verlosser. Iemand die het Joodse volk zou bevrijden van de overheersers. En die Joden werden nu natuurlijk door de Romeinen overheerst. En misschien was Jezus dan wel die Messias, die Verlosser. En toen de aanhang van Jezus groeide, werd hij dan ook door de Romeinse gouverneur in Palestina ter dood veroordeeld en gekruisigd. Maar een deel van zijn volgelingen wil de boodschap van Jezus over het hele Romeinse Rijk en over die hele oude Hellenistische wereld verspreiden, ook aan niet-Joden, en ze gingen zich daarom christenen noemen. Christos is het Griekse woord voor Messias. En daarmee beginnen ook meteen de problemen voor de christenen. Want die volgelingen gaan de boodschap verspreiden, maar ze worden ook streng vervolgd door de Romeinse autoriteiten. En dat is om twee redenen.
Ten eerste, omdat ze dus niet in die Romeinse goden geloven. Ze geloven slechts in hun eigen christelijke God. En ten tweede, omdat ze zeggen dat ze niet naar de keizer luisteren, maar dat Jezus voor hen de belangrijkste koning is. En die vervolgingen, die zijn heel erg streng. Daar zal ik verder niet te veel op ingaan, er zijn allerlei gruwelijke verhalen over. Maar ondanks al die vervolgingen blijft het christendom toch groeien. Vooral in de steden en vooral in het oosten van het Romeinse Rijk. Daar was het immers ook ontstaan. Nou, wie is er dan vatbaar voor die boodschap van het christendom? Wie gaat zich ook al snel christen noemen? Dat zijn vooral de verschoppelingen, de mensen die het niet zo goed hebben. De armen, de vrouwen en de slaven. De boodschap van Jezus was er namelijk een van naastenliefde. En status en rijkdom zouden er niet zoveel toe doen. Nou ja, dat is iets wat deze groepen natuurlijk heel erg aanspreekt, want ze hebben weinig status en ze hebben weinig rijkdom. De vervolgingen die gaan gewoon door, de ene periode zijn ze wat feller dan de andere periode, maar in de derde eeuw na Christus zien we dat het christendom langzamerhand ook populair begint te worden bij de rijkere Romeinse burgers. Alleen dan breekt net die hele vervelende periode in dat Romeinse Rijk aan, die periode van die chaos als gevolg van die invallen van die Germaanse stammen en dergelijke, en de christenen krijgen daar voor een deel ook de schuld van. Zie je nou wel, zeggen veel Romeinen, omdat steeds meer mensen niet onze goden eren, wordt ons rijk gestraft. En die christenen die moeten dus als de wiede weerga ook onze goden weer gaan eren, want anders gaat het helemaal mis. En dan nemen de christenvervolgingen nog strengere vormen aan, nog grotere vormen aan. Desondanks blijft het christelijk geloof gewoon verder groeien en uiteindelijk zorgt dat er dan ook voor dat in 313 keizer Constantijn het edict van Milaan uitvaardigt. En daarin staat dat de christenen gelijke rechten hebben met de andere Romeinse burgers. Feitelijk wordt het christendom hier nu voor het eerst echt erkend door de autoriteiten. En sterker nog, keizer Constantijn zou zich net voor zijn dood hebben laten bekeren tot christen. De christenen geloven graag dat hij de eerste christelijke keizer is. Nou, en dan verderop in die vierde eeuw, helemaal tegen het einde, wordt het christendom zelfs tot staatsgodsdienst van het Romeinse Rijk gemaakt. Nu wordt het oude Romeinse geloof als heidens beschouwd en dat wordt verboden. En het enige toegestane geloof in het Romeinse Rijk is vanaf dat moment nog het christendom.